Les 1: Leuk je te ontmoeten. Hallo Anna, het is leuk je te ontmoeten. Hallo John, het is mij een genoegen. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Duitsland. Hoe zit het met jou? Ik kom uit de Verenigde Staten. Geniet je van je tijd hier? Ja, dat ben ik. De cultuur is fascinerend. Ik ben blij dat je ervan geniet. Heb je al lokaal eten geprobeerd? Ja, ik heb gisteravond pizza gegeten. Het was heerlijk. Pizza is geweldig. We zouden samen wat andere lokale gerechten moeten proberen. Dat klinkt als een plan. Ik kijk ernaar uit om meer te ontdekken. Ik ook. Laten we het beste uit onze tijd hier halen. Zeker. Het is altijd leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en verschillende culturen te leren kennen. Daar ben ik het helemaal mee eens. We kunnen zoveel van elkaar leren. Absoluut, het is een verrijkende ervaring. Nou, het was een genoegen je te ontmoeten. Geniet van je dag. Les 2: Paspoort verloren. Hallo Anna, sorry, ik ben mijn paspoort hier op de luchthaven kwijtgeraakt. Oh nee, dat is verschrikkelijk. Heb je navraag gedaan bij de gevonden personen? Ja, heb ik gedaan, maar ze hebben het nog niet gevonden. Ik maak me echt zorgen. Maak je geen zorgen, laten we naar de informatiebalie gaan en het melden. Dat is een goed idee. Ik hoop dat ze me kunnen helpen het te vinden. Ik weet zeker dat ze dat zullen doen. Laten we positief blijven. Bedankt voor je steun. Ik waardeer het. Geen probleem. We doen dit samen. Pardon, kun je me helpen? Ik ben mijn paspoort kwijt. Hallo, mijn vriend is zijn paspoort kwijtgeraakt. Kun je ons helpen? Ja, ik ben hem ergens op de luchthaven kwijtgeraakt. Ik weet niet zeker waar. We hebben de gevonden voorwerpen al gecontroleerd, maar ze waren er niet. Kunnen we nog iets anders doen om het te vinden? Het kan zijn dat ze hier een paspoortprocedure hebben verloren. Laten we het vragen. Bedankt voor je hulp. Je vriendelijkheid betekent veel. We komen er wel uit. Maak je geen zorgen. Ik heb geluk dat ik jou als vriend heb. Ik ben dankbaar. Het is mij een genoegen. We zullen samen een oplossing vinden. Pardon, meneer, is er een manier om een verloren paspoort op te sporen? Alsjeblieft, meneer, alle hulp wordt zeer op prijs gesteld. Bedankt. Jouw steun geeft me hoop. We zullen alles doen wat we kunnen. Verlies je vertrouwen niet. Ik kan je niet genoeg bedanken. Je bent geweldig. We blijven zoeken. We geven niet op. Ik weet niet wat ik zonder jou zou doen. Dank je wel. Les 3: de supermarkt vinden. Hallo Anna, kun je me een routebeschrijving geven naar de grote supermarkt? Hallo John, zeker. Loop die straat door tot je een grote supermarkt ziet. Is het ver van hier? Ik hoop dat ik niet verdwaald raak. Nee, het is niet ver. Blijf gewoon rechtdoor lopen en je zult het vinden. Bedankt voor je hulp. Ik waardeer het. Je bent van harte welkom. Ik help je graag verder. Moet ik aan het einde van de straat naar links of rechts afslaan? Sla rechts af en je ziet de supermarkt aan je linkerhand. Ik heb het begrepen. Ik zal het in de gaten houden. Nogmaals bedankt. Geen probleem. Veel winkelplezier. Pardon, meneer, is de supermarkt in de buurt? Hallo, we zijn op zoek naar een grote supermarkt. Kun je helpen? Kun je me alsjeblieft een routebeschrijving geven naar de supermarkt? We waarderen alle begeleiding die u kunt geven. Bedankt voor je hulp. Je bent geweldig. We vinden het wel. Maak je geen zorgen. Pardon, mevrouw, kunt u me vertellen hoe ik bij de supermarkt kan komen? Hallo, we proberen een grote supermarkt te vinden. Kun je ons helpen? Links of rechts aan het einde van de straat? Welke kant moeten we op? Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. Dank je wel. Ik ben dankbaar voor je steun. Je bent de beste. We zijn een geweldig team. We vinden het samen wel. Ik kan je niet genoeg bedanken voor je vriendelijkheid. We doen dit samen. Laten we doorgaan. Pardon, meneer, we komen steeds dichter bij de supermarkt. Alsjeblieft, meneer, elke begeleiding zou geweldig zijn. Jouw hulp betekent veel voor me. Dank je wel. We stoppen niet tot we het hebben gevonden. Blijf doorgaan. Ik heb echt geluk dat je aan mijn zijde staat. Dank je wel. Les 4. Liefde voor schilderen. Hallo Anna, heb je hobby's? Hallo John. Ja, ik hou van schilderen. Het is mijn favoriete hobby. Dat is geweldig. Wat voor soort schilderijen maak je? Ik geniet het meest van het schilderen van landschappen en portretten. Hoe lang ben je al aan het schilderen? Volg je lessen. Ik schilder nu ongeveer vijf jaar. Nee, ik ben autodidact. Dat is indrukwekkend. Heb je favoriete artiesten? Ik haal inspiratie uit van Goch en Monet. Dat zijn geweldige artiesten. Stel je je schilderijen tentoon. Ja, ik heb deelgenomen aan enkele lokale kunsttentoonstellingen. Dat is fantastisch. Ik zou graag ooit je kunstwerk zien. Bedankt. Ik laat je graag mijn schilderijen zien. Wat vind je het leukst aan schilderen? Schilderen stelt me in staat om mijn creativiteit en emoties te uiten. Dat is een prachtige manier om jezelf uit te drukken. Ik bewonder dat. Bedankt. Het geeft me vreugde en voldoening. Heb je ooit een van je schilderijen verkocht? Ja. Ik heb een paar stukken verkocht aan kunstliefhebbers. Dat is indrukwekkend. Je talent verdient erkenning. Ik waardeer je vriendelijke woorden. Dank je wel. Ik ben blij dat je iets hebt gevonden waar je een passie voor hebt. Schilderen heeft mijn leven echt verrijkt. Het is mijn favoriete plek. Ik zie de liefde en toewijding in je kunstwerken. Jouw steun betekent veel voor me. Dank je wel. Blijf je passie volgen, je bent een inspiratiebron. Les 5: Effectieve marketingstrategieën. Hallo Anna, ik begin een nieuw bedrijf. Heb je marketingtips? Hallo John, ik raad aan om gerichte online advertenties te gebruiken. Dat is een goed idee. Hoe kan ik mijn doelgroep bereiken? Onderzoek de demografie en interesses van je publiek. Moet ik overwegen om ook met influencers samen te werken? Ja, samenwerken met influencers kan je merken een boost geven. Hoe vind ik de juiste influencers voor mijn bedrijf? Zoek naar influencers waarvan de volgers aansluiten bij je doelmarkt. Wat kan ik naast online advertenties en influencers nog meer doen? Content marketing is een andere effectieve strategie. Wat voor soort inhoud moet ik maken voor mijn bedrijf? Creëer waardevolle en boeiende inhoud gerelateerd aan uw niche. Hoe kan ik mijn inhoud verspreiden om meer mensen te bereiken? Maak gebruik van sociale mediaplatforms en e-mailmarketing. Is het belangrijk om de effectiviteit van mijn marketing bij te houden? Ja, analyseer gegevens om het succes van je marketinginspanningen te meten. Wat als ik een beperkt marketingbudget heb? Begin met goedkope strategieën zoals posts op sociale media. Dat is een goede tip. Ik zal het beste uit mijn budget halen. Ik ben ervan overtuigd dat je zult slagen. Geloof in je bedrijf. Bedankt. Je advies is voor mij van onschatbare waarde. Ik ben hier om je te stenen. Veel succes met je bedrijf. Ik waardeer je begeleiding. Je bent geweldig. Je bent in staat om geweldige dingen te bereiken. Blijf doorgaan. Ik ben dankbaar voor je hulp. Heel erg bedankt. Les 6: Essentiële voorraadartikelen. Hallo Anna, ik moet voorraadartikelen inslaan. Hallo John, naar welke items ben je op zoek? Ik heb bloem, suiker en pasta nodig. Kun je me helpen? Natuurlijk, die vind je in de bak en pasta gangpaden. Waar kan ik het meel vinden? Is het in de buurt van de suiker? Ja, zowel bloem als suiker bevinden zich meestal in het bakpad. Bedankt, ik ga er eerst heen. Je bent van harte welkom. Veel winkelplezier. Welke soort bloem moet ik kopen? Meel voor alle doeleinden is veelzijdig en geschikt voor de meeste recepten. Dat is goed om te weten. Ik pak een zak meel voor alle doeleinden. Goede keuze, het komt wel van pas. Nu, waar kan ik de suiker in de winkel vinden? Suiker bevindt zich vaak in de buurt van bakbenodigdheden of koffie. Ik heb het begrepen. Ik zal het in die secties zoeken. Perfect, je doet het geweldig. Wat voor soort pasta moet ik kopen? Er zijn veel opties, maar spaghetti is altijd een klassieker. Dan pak ik een pakje spaghetti. Dank je wel. Je bent van harte welkom. Geniet van je kookkunsten. Jouw begeleiding maakte het winkelen veel makkelijker. Ik ben blij dat ik je kon helpen. Jouw hulp betekent veel voor me. Dank je wel. Het is mij een genoegen. Ik ben hier om te helpen. Ik waardeer je steun. Je bent geweldig. Je bent te aardig. Bedankt voor je vriendelijke woorden. Ik ben echt dankbaar voor alles. Bedankt. Les 7 Levendige kermissen en samba dansen. Hallo Anna, ben je ooit naar een carnaval geweest of samba zien dansen? Hallo John, ja, ik heb de magie van carnaval ervaren. Dat klinkt geweldig. Vertel me er meer over. Carnavals zijn levendige feesten met kleurrijke parades. Zijn er traditionele elementen in deze parades? Ja, kostuums, praalwagens en muziek zijn belangrijke componenten. Hoe zit het met de samba-dansen? Maakt het er een groot deel van uit? Absoluut. Samba is het hart en de ziel van carnavalsdansen. Kun je de samba-dansbewegingen beschrijven? Samba omvat levendig voetenwerk en heupbewegingen. Het moet betoverend zijn om te zien. Is het moeilijk om te leren? Het vergt oefening, maar iedereen kan de basis leren. Zijn er samba-danslessen beschikbaar voor beginners? Ja, veel dansstudio's bieden samba-lessen aan. Dat is fantastisch. Ik zou het graag ooit willen proberen. Je moet het eens proberen. Het is erg leuk. Nemen mensen van alle leeftijden deel aan deze kermissen? Ja, mensen van alle leeftijden komen samen om feest te vieren. Heb je ooit samba gedanst tijdens een parade? Ja, ik heb met veel plezier gedanst in een carnavalsoptocht. Dat is geweldig. Het moet een ongelooflijke ervaring zijn geweest. Het was echt onvergetelijk. De energie was opwindend. Jouw verhalen zorgen ervoor dat ik het ook wil meemaken. Ik moedig je aan om de carnavalsgeest te omarmen. Bedankt voor het delen van je carnavalservaringen. Je bent van harte welkom. Ik ben blij dat ik de magie kon delen. Je hebt een manier om dingen tot leven te brengen. Dank je wel. Les 8: Avonturen in de buitenlucht en wandelschoenen. Hallo Anna. Ik ben een buitenavontuur aan het plannen. Hallo John, dat klinkt spannend. Wat heb je nodig? Dat is perfect, maar ik ben vergeten mijn wandelschoenen mee te nemen. Maak je geen zorgen, je kunt ze waarschijnlijk vinden in een buitenwinkel. Verkopen ze wandelschoenen samen met andere outdoorspullen? Ja, buitenwinkels hebben doorgaans een ruime keuze aan laarzen. Dat is een opluchting. Ik ga meteen naar de winkel. Veel succes met het vinden van het perfecte paar wandelschoenen. Waar moet ik op letten bij wandelschoenen? Zoek naar laarzen die goede enkelondersteuning en grip bieden. Moet ik ook kiezen voor waterdichte laarzen? Als je in natte omstandigheden gaat wandelen, zijn waterdichte laarzen een goed idee. Bedankt voor het advies. Ik zal dat in gedachten houden. Je bent van harte welkom. Ik hoop dat je het perfecte paar vindt. Ben je op wandelavonturen geweest? Ja, ik heb het genoegen gehad om prachtige paden te verkennen. Zijn er memorabele wandelervaringen die je kunt delen? Ik wandelde ooit naar de top van een adembenemende berg. Dat moet een ongelooflijke prestatie zijn geweest. Het was een uitdagende maar lonende ervaring. Je verhalen inspireren me om nog meer te gaan wandelen. Ik ben blij dat ik je passie voor wandelen kon aanbakkeren. Bedankt voor je aanmoediging en begeleiding. Het is mij een genoegen. Veel wandelplezier en geniet van het buitenleven. Jouw steun betekent veel voor me. Dank je wel. Les 9. Het kalmerende effect van opruimen. Hallo Anna. Heb je ooit de voordelen van opruimen ervaren? Hallo John. Ja, dat heb ik. Het is verbazingwekkend hoe het rust brengt. Vertel me meer over de impact van opruimen. Opruimen zorgt voor een gevoel van orde en duidelijkheid. Hoe beïnvloedt dit ons geestelijk welzijn? Het vermindert stress en helpt bij het creëren van een rustige omgeving. Wat zijn enkele praktische manieren om te beginnen met opruimen? Begin klein, gebied voor gebied, en sorteer items in categorieën. Moet ik dingen bewaren die sentimentele waarde hebben? Bewaar degene die je echt vreugde brengen en een speciale betekenis hebben. Wat moet ik doen met spullen die ik niet meer nodig heb of gebruik? Doneer, verkoop of recycle ze om ze een nieuwe bestemming te geven. Heb je na het opruimen een gevoel van rust ervaren? Absoluut. Het is bevrijdend en verfrissend. Heb je tips om een opgeruimde ruimte te behouden? Beoordeel je spullen regelmatig opnieuw en voorkom onnodige aankopen. Ik ben geïnspireerd om nu te beginnen met het opruimen van mijn huis. Dat is geweldig. Geniet van het proces en de voordelen die het met zich meebrengt. Bedankt voor het delen van je inzichten over opruimen. Je bent van harte welkom. Ik help je graag verder. Jouw begeleiding is van onschatbare waarde. Heel erg bedankt. Les 10: Ochtendoefeningsroutine. Hallo Anna, ik zie dat je een gezondheidsliefhebber bent. Hoe lang sport je gewoonlijk in de ochtend? Hallo John, ik streef naar een training van 30 minuten om mijn dag te beginnen. Dat is indrukwekkend. Wat voor soort oefeningen doe je? Ik doe een combinatie van cardio, krachttraining en stretching. Hoe blijf je gemotiveerd om regelmatig te sporten? Door doelen te stellen en activiteiten te vinden die ik leuk vind, blijf ik gemotiveerd. Heb je tips voor iemand die wil beginnen met een ochtendtraining? Begin met kleine doelen en verhoog geleidelijk de intensiteit en duur. Moet ik een fitnessprofessional raadplegen voordat ik begin? Het is een goed idee, vooral als je gezondheidsproblemen hebt. Heb je favoriete oefeningen? Ik hou van hardlopen, yoga en lichaamsgewichtoefeningen. Hoe vind je de tijd om in de ochtend te sporten? Ik sta wat vroeger op om tijd vrij te maken voor mijn training. Geeft sporten in de ochtend je energie voor de dag? Ja, het geeft mijn energie een boost en zet een positieve toon voor de dag. Ik wil lichaamsbeweging ook in mijn ochtendroutine opnemen. Dat is geweldig. Het is een geweldige gewoonte om te omarmen. Bedankt voor het delen van je inzichten over ochtendoefeningen. Je bent van harte welkom. Ik help je graag verder. Je bent een inspiratiebron. Bedankt dat je me hebt gemotiveerd. Les 11. Creatieve upcyclingprojecten. Hallo Anna, ik heb van een oude houten ladder een boekenplank gemaakt en een kapotte gitaar in een. Hallo John, dat is fantastisch. Waar heb je de gitaar in veranderd? Ik heb er een unieke wandplank van gemaakt. Dat is een briljante manier om oude spullen opnieuw te gebruiken. Zijn er nog andere upcyclingprojecten? Ja, ik heb ook een oude koffer omgebouwd tot een stijlvol bijzettafeltje. Dat is creatief. Hoe heb je dat gedaan? Ik heb poten en een glazen bovenkant aan de koffer toegevoegd. Ik ben onder de indruk van je doe-het-zelfvaardigheden. Wat inspireerde je om te upcyclen? Ik wil de afgedankte voorwerpen nieuw leven inblazen en afval verminderen. Dat is een geweldige manier van denken. Het is ook goed voor het milieu. Absoluut. Het is een kleine stap in de richting van duurzaamheid. Heb je nog tips voor iemand die geïnteresseerd is in upcycling? Begin met eenvoudige projecten en laat je leiden door je creativiteit. Wat zijn enkele veel voorkomende items die kunnen worden geupcycled? Oude meubels, flessen, potten en zelfs kleding kunnen worden getransformeerd. Het is verbazingwekkend wat een beetje creativiteit kan doen. Heb je plannen voor upcycling in de toekomst? Ik denk erover om van een oud fietswiel een unieke wandklok te maken. Dat klinkt als een fascinerend project. Ik kan niet wachten om het te zien. Heb je zelf upcyclingprojecten geprobeerd? Ja, ik heb van een oud raamkozijn een decoratief fotolijstje gemaakt. Dat klinkt prachtig. Upcycling maakt echt personalisatie mogelijk. Dat doet het wel. Het voegt een vleugje uniekheid toe aan je ruimte. Bedankt voor het delen van je gedachten over Upcycling. Je bent van harte welkom. Ik ben blij dat we dit onderwerp konden bespreken. Je creativiteit is inspirerend. Bedankt voor het gesprek. Les 12: Upcycling omarmen. Hallo Anna, ik ben verheugd om nu te beginnen met upcycling. Het is een win-win voor het milieu en voor mij. Hallo John, dat is fantastisch. Upcycling is een geweldige manier om een positieve impact te hebben. Absoluut. Het stelt ons in staat creatief te zijn en tegelijkertijd afval te verminderen. Welke items ben je van plan als eerste te upcyclen? Ik heb een paar oude glazen, flessen die ik in fasen wil veranderen. Dat is een geweldig idee. Glazenflessen flessen kunnen prachtig worden getransformeerd. Heb je al eerder glazen flessen geupcycled? Ja, ik heb er een paar gemaakt van decoratieve kandelaars. Dat klinkt heerlijk. Ik kan me voorstellen dat het een gezellige sfeer creëert. Dat doet het wel. Het voegt een vleugje warmte toe aan de ruimte. Heb je tips voor het upcyclen van glazen flessen? Je kunt ze schilderen, versieringen toevoegen of ze gebruiken voor opslag. Dat is nuttig. Ik zal verschillende ideeën voor mijn flessen onderzoeken. Ik ben benieuwd wat je bedenkt. Welke andere items kunnen naast flessen gemakkelijk worden geupcycled? Oude houten pallets kunnen worden omgevormd tot unieke meubelstukken. Dat is interessant. Ik ga op zoek naar pallets om opnieuw te gebruiken. Je kunt salontafels, plantenbakken of zelfs zitplaatsen bij te maken. Je ideeën zijn inspirerend. Bedankt voor het delen. Je bent van harte welkom. Ik help je graag verder. Je bent een echte visionair. Bedankt voor het gesprek. Les 13: En vakantieplannen. Hallo Anna. Ik ben een vakantie aan het plannen. Heb je nog suggesties? Hallo John. Natuurlijk. Waar denk je heen te gaan? Ik overweeg een strandbestemming. Eventuele aanbevelingen: Hoe zit het met de Malediven? Het staat bekend om zijn prachtige stranden. Dat klinkt geweldig. Ik zal daar een notitie van maken. Bedankt. Je bent van harte welkom. Is er nog iets waar ik mee kan helpen? Ja. Heb je tips voor het vinden van goede hoteldeals? Door vooraf te boeken en online prijzen te vergelijken, kunt u deals vinden. Dat is een goede tip. Ik zal vroeg beginnen met zoeken om de beste prijzen te krijgen. Een andere suggestie is om te overwegen om in vakantiewoningen of hostels te verblijven. Ik zal dat in gedachten houden. Het is goed om budgetvriendelijke opties te hebben. Absoluut. Hiermee kunt u geld sparen voor andere activiteiten. Over activiteiten gesproken, welke attracties raad je aan om te bezoeken? Als je op de Malediven bent, is snorkelen of dijken een must. Snorkelen klinkt spannend. Ik zal ervoor zorgen dat ik dat bijvoeg. Mis ook niet de kans om te ontspannen op de ongerepte stranden. Ik kan niet wachten om tot rust te komen en te genieten van de zon. Dank je wel. Je bent van harte welkom. Ik hoop dat je een geweldige vakantie hebt. Ik waardeer je suggesties. Bedankt voor alles. Les 14 De Duurplannen. Hallo Anna, ik heb nagedacht over onze aanstaande reis. Dat zou voor ons een uitdaging zijn. Hallo John, waar heb je het over? Kunt u dat verduidelijken? Ik bedoelde de duur van de reis. We hadden het in eerste instantie over 30 dagen, maar ik denk dat dat misschien te lang is. Ik begrijp het. Dus. Welke duur heb je nu in gedachten? Kunnen we in plaats daarvan genoegen nemen met 20 dagen? Het lijkt beter beheersbaar. Dat klinkt redelijk. We kunnen het beste uit die 20 dagen halen. Geweldig. Ik denk dat het een goede balans biedt tussen tijd en verkenning. Absoluut. We kunnen onze reisroute dienovereenkomstig plannen. Nu we het er toch over hebben, zijn er specifieke plaatsen die je zou willen bezoeken? Ik heb altijd al de historische stad Rome willen ontdekken. Rome klinkt fascinerend. Laten we ervoor zorgen dat dit in onze plannen wordt opgenomen. We kunnen ook andere steden in Italië overwegen voor een veelzijdige ervaring. Dat is een goed punt. Italië heeft zoveel te bieden op het gebied van cultuur en geschiedenis. Het is inderdaad een schat aan kunst, architectuur en culinaire hoogstandjes. Ik kan niet wachten om ons onder te dompelen in de Italiaanse cultuur. Grazie. Prego. Ik kijk ook uit naar ons avontuur. Je enthousiasme werkt aanstekelijk. Bedankt voor alles. Les 15: Passie voor Fotografie. Hallo Anna. Ik heb de laatste tijd mijn fotografische vaardigheden geoefend. Ik hou ervan om die speciale momenten vast te leggen. Hallo John, dat is geweldig. Fotografie is een geweldige manier om je creativiteit te uiten. Absoluut. Ik geniet er overal van. Heb je tips voor fotografie? Verlichting is de sleutel. Probeer tijdens het gouden uur te fotograferen voor mooi, zacht licht. Dat is een goede tip. Ik zal ervoor zorgen dat ik mijn opnamen dien overeenkomstig plan. Een andere tip is om te experimenteren met verschillende invalshoeken en perspectieven. Ik zal dat in gedachten houden. Het is belangrijk om unieke manieren te vinden om mijn foto's te kaderen. Vergeet niet om aandacht te besteden aan de compositie en de regel van derden. Compositie is cruciaal. Het kan een foto maken of breken. En wees niet bang om je foto's te bewerken om hun visuele impact te vergroten. Bewerken is als de laatste hand leggen. Het kan een foto naar een hoger niveau tillen. Precies. Geniet van het proces en laat je creativiteit de vrije loop. Bedankt. Je advies is van onschatbare waarde. Ik kijk ernaar uit om mijn fotografiereis voort te zetten. Ik ben blij dat ik kon helpen. Blijf die speciale momenten vastleggen. Jouw steun betekent veel. Heel erg bedankt. Les 16: Hotelvoorzieningen. Hallo Anna, ik heb een vraag over het hotel waar we verblijven. Hallo John. Wat wil je weten over het hotel? Heeft het hotel een lift voor gasten? Ja, we hebben een lift. Het is toegankelijk vanuit de lobby. Dat is geweldig om te horen. Het is handig voor gasten met zware bagage. Absoluut. Het is ontworpen om het verblijf van onze gasten comfortabeler te maken. Ik waardeer dat toegankelijkheid is belangrijk voor iedereen. We streven ernaar om al onze gasten een prettige ervaring te bieden. Dat is lovenswaardig. Bedankt voor de opheldering. Je bent van harte welkom. Is er nog iets waar ik je mee kan helpen? Nee, dat dekt alles. Bedankt voor je hulp. Het is mij een genoegen. Geniet van uw verblijf in het hotel. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd. Heel erg bedankt. Les 17 Garderobe opfrissen. Hallo Anna, ik ben mijn oude kleren beu. Laten we onze kledingkasten opruimen en opfrissen. Hallo John, dat klinkt als een geweldig idee. Het is altijd goed om onze stijl te updaten. Precies. Waar beginnen we met het opruimproces? We kunnen beginnen door onze kleren te doorzoeken en ze in stapels te sorteren, te doneren en weg te gooien. Dat is een slimme aanpak. Laten we ons bewust zijn van wat we echt nodig hebben en met plezier dragen. Akkoord: Het is belangrijk om een kledingkast te creëren die onze persoonlijke stijl weerspiegelt. Als we eenmaal zijn opgeruimd. Hoe kunnen we dan onze kledingkasten opfrissen zonder een fortuin uit te geven? We kunnen kringloopwinkels of online platforms voor tweedehands kleding verkennen. Het is budgetvriendelijk en duurzaam. Dat is een geweldige suggestie. Het is een win-win situatie. We kunnen ook overwegen om kleding te ruilen met vrienden of een kledingruilevenement te organiseren. Kleding ruilen is een fantastische manier om variatie aan onze kledingkasten toe te voegen zonder geld uit te geven. En laten we accessoires niet vergeten: ze kunnen een outfit transformeren en een frisse uitstraling geven. Je hebt gelijk. Accessoires kunnen een groot verschil maken. Laten we met verschillende stukken experimenteren. Absoluut. Het draait allemaal om het uitdrukken van onze individualiteit door middel van onze stijlkeuzes. Je ideeën zijn inspirerend. Bedankt voor het voorstellen van deze vernieuwing van je garderobe. Je bent van harte welkom. Het is altijd spannend om onze kledingkasten te vernieuwen en nieuwe modemogelijkheden te ontdekken. Jouw steun betekent veel. Bedankt dat je mijn stijlpartner bent. Les 18: Kennisuitbreiding. Hallo Anna. Het bijwonen van dit soort evenementen helpt ook om onze kennis uit te breiden. Hallo John, absoluut. Evenementen bieden geweldige kansen om te leren en te groeien. Het is verbazingwekkend hoeveel we kunnen winnen door te communiceren met experts en andere deelnemers. Interactie met anderen stelt ons in staat ideeën uit te wisselen en nieuwe perspectieven te verwerven. Leren vanuit verschillende perspectieven verruimt ons begrip van de wereld. Het helpt ons onze eigen aannames in twijfel te trekken en kritisch te denken. Precies, het moedigt ons aan om nieuwe onderwerpen te verkennen en onze horizon te verbreden. Het bijwonen van evenementen geeft ons ook toegang tot waardevolle bronnen en informatie. Netwerken op evenementen kan ook leiden tot nieuwe samenwerkingen en kansen. Het is een kans om gelijkgestemde mensen te ontmoeten die dezelfde interesses delen. Door gesprekken met experts aan te gaan, kunnen we meer inzicht krijgen in verschillende onderwerpen. Door deel uit te maken van een evenement ontstaat een dynamische en stimulerende leeromgeving. Je inzichten zijn verhelderend. Bedankt voor het benadrukken van het belang van het bijwonen van evenementen. Les 19: Projectleiderschap. Hallo Anna, ik heb eerder projecten geleid. Heb je een specifieke ervaring gehad? Hallo John, ja, ik heb een aantal projecten geleid in mijn vorige rol. Het was een waardevolle leerervaring. Dat is indrukwekkend. Welke strategieën vond je effectief bij het leiden van een project? Duidelijke communicatie en delegatie waren essentieel. Het helpte ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zat. Communicatie speelt inderdaad een cruciale rol in het succes van projecten. Hoe ging je om met uitdagingen? Ik benaderde uitdagingen met een probleemoplossende mentaliteit en zocht input van teamleden. Het team betrekken bij het oplossen van problemen is een geweldige manier om samenwerking en eigenaarschap te bevorderen. Absoluut. Het verhoogt het moreel en stimuleert innovatief denken. Hoe heb je het project op schema gehouden en de deadlines gehaald? Ik heb een tijdlijn gemaakt en mijlpalen ingesteld om de voortgang bij te houden. Regelmatige check-ins hebben geholpen om eventuele problemen snel op te lossen. Het stellen van mijlpalen en regelmatige check-ins zijn effectieve manieren om het momentum van het project vast te houden. Het maakte ook aanpassingen en koerscorrecties mogelijk indien nodig. Hoe heb je de mijlpalen en prestaties van het project gevierd? We vierden dit met kleine teambijeenkomsten of e-mails met erkenningen om ieders harde werk te erkennen. Het erkennen en waarderen van de inspanningen van het team is essentieel voor de motivatie en het moreel. Het versterkt de teamgeest en moedigt voortdurende toewijding aan. Uw inzichten in projectleiderschap zijn waardevol. Bedankt voor het delen van je ervaring. Les 20, Influencer Marketing. Hallo Anna, ik heb de verschuiving naar influencer marketing opgemerkt. Is het je ook opgevallen? Hallo John, absoluut. Influencer marketing is een krachtig hulpmiddel geworden voor merken om hun doelgroep te bereiken. Het is fascinerend hoe influencers via hun online aanwezigheid producten en diensten effectief kunnen promoten. Influencers hebben een trouwe aanhang opgebouwd en hun aanbevelingen hebben een grote invloed. Influencers hebben vaak een diepgaand inzicht in hun publiek, wat helpt bij het overbrengen van op maat gemaakte berichten. Hun inhoud voelt herkenbaarder en authentieker aan in vergelijking met traditionele reclamebenaderingen. Ik heb gemerkt dat influencers verschillende platforms gebruiken, zoals Instagram, YouTube en TikTok. Het is een divers landschap. Elk platform biedt unieke mogelijkheden om in contact te komen met verschillende demografische groepen en doelmarkten. Het is interessant om te zien hoe influencer marketing is geëvolueerd en een mainstream marketingstrategie is geworden. Merken selecteren influencers nu zorgvuldig op basis van hun niche, waarden en afstemming op hun merkimago. Authenticiteit en transparantie zijn cruciaal in influencer marketing om het vertrouwen bij het publiek te behouden. Absoluut. Het publiek waardeert echte aanbevelingen en transparante partnerschappen. Je inzichten in influencer marketing zijn verhelderend. Bedankt voor het delen van je gedachten. Les 21. Gezondere opties verkennen. Hallo Anna, ik was van plan om wat gezondere opties te proberen. Eventuele aanbevelingen. Hallo John, absoluut. Er zijn tal van heerlijke en voedzame alternatieven. Dat is geweldig om te horen. Wat zijn enkele gezondere opties die je leuk vindt? Ik vind het heerlijk om meer fruit en groenten in mijn maaltijden te verwerken. Ze zitten boordevol vitaminen en mineralen. Daar zou ik zeker meer van in mijn dieet moeten opnemen. Suggereert u specifieke groenten of fruit? Bessen zoals bosbessen en aardbeien zijn rijk aan antioxidanten. Bladgroenten zoals spinazie en boerenkool zijn ook geweldige keuzes. Ik zal daar een notitie van maken. Hoe zit het met gezondere snacks? Noten zoals amandelen en walnoten zorgen voor bevredigende en voedzame snacks. Ze zijn een goede bron van gezonde vetten. Ik zal ze eens proberen. Hoe zit het met drankjes? Zijn er gezondere opties? Water is altijd de beste keuze, maar als je wat smaak wilt, kun je het doordrenken met fruit of kruiden. Geïnfundeerd water klinkt verfrissend. Ik ga dat zeker proberen. Nog andere tips voor een gezondere levensstijl. Regelmatige lichaamsbeweging is belangrijk. Vind activiteiten die je leuk vindt, zoals wandelen, fietsen of dansen. Ik zal ervoor zorgen dat lichaamsbeweging in mijn routine wordt opgenomen. Anna, bedankt voor de nuttige aanbevelingen. Je bent van harte welkom. Ik ben blij dat ik je kon helpen gezondere opties te ontdekken. Jouw begeleiding is van onschatbare waarde. Bedankt dat je me hebt geïnspireerd om gezondere keuzes te maken. Les 22 Entertainment voor het hele gezin. Hallo Anna, ik ben op zoek naar gezinsvriendelijk entertainment. Is het geschikt voor kinderen? Hallo John, dat is een goede overweging. Sommige scènes zijn mogelijk niet geschikt voor een jonger publiek. Ik wil er zeker van zijn dat het leuk is voor het hele gezin. Eventuele aanbevelingen. Animatiefilms zijn vaak geschikt voor een brede leeftijdscategorie en bieden gezond entertainment. Dat is een geweldig idee. Zijn er specifieke animatiefilms die u aanbeveelt? Films zoals Finding Nemo, Toy Story en The Incredibles zijn populaire keuzes voor gezinnen. Dat klinken als fantastische opties. Hoe zit het met tv-programma's die geschikt zijn voor kinderen? Shows zoals Paw Patrol. Peppa Pig en Masha en the Bear zijn vermakelijk en kindvriendelijk. Ik zal ze bekijken. Hoe zit het met boeken? Heb je aanbevelingen voor kinderliteratuur? Klassieke boeken zoals Charlotte's Web, The Lion, The Witch and the Wardrobe en Matilda zijn geliefd bij kinderen. Dat zijn tijdloze klassiekers. Anna, bedankt voor de gezinsvriendelijke aanbevelingen. Les 23: Strandbestemmingen verkennen. Hallo Anna, ik hou van strandvakanties. Ben je in Myrtle Beach geweest? Het is in South Carolina. Hallo John. Myrtle Beach is een prachtige bestemming die bekend staat om zijn prachtige kustlijn en levendige sfeer. Dat klinkt geweldig. Wat zijn enkele bezienswaardigheden die je gezien moet hebben in Myrtle Beach? De Myrtle Beach Boardwalk, Broadway at the Beach en Ripley's Aquarium zijn populaire attracties om te bezoeken. Ik zal ze zeker bekijken. Zijn er wateractiviteiten beschikbaar? Absoluut. Myrtle Beach biedt mogelijkheden om te zwemmen, surfen, padelbeurden en zelfs jetskiën. Dat is fantastisch. Zijn er natuurlijke attracties in de buurt die het ontdekken waard zijn? Ja, u kunt Huntington Beach State Park bezoeken of een korte rit maken om de adembenemende schoonheid van Brookgreen Gardens te verkennen. Ik zal ze aan mijn reisschema toevoegen. Anna, bedankt voor de aanbevelingen voor Myrtle Beach. Je bent van harte welkom. Ik hoop dat je een onvergetelijke strandvakantie hebt in Myrtle Beach. Je kennis van reisbestemmingen is indrukwekkend. Bedankt voor het delen van je inzichten. Je bent een avontuurlijke reiziger. Geniet met volle teugen van de zon, het zand en de branding van Myrtle Beach. Je vriendschap wordt gekoesterd. Bedankt voor alles. Les 24 Geurgebruik begrijpen. Hallo Anna, ik heb onlangs een nieuwe geur gekocht. Wanneer moet ik het gebruiken? Alleen 's nachts? Hallo John, het gebruik van geuren is afhankelijk van persoonlijke voorkeur. Je kunt hem altijd gebruiken wanneer je aangenaam wilt ruiken. Dat is goed om te weten. Zijn er richtlijnen voor het aanbrengen van geurstoffen? Gemeenschappelijke ruimtes zijn onder meer de polsen, nek en achter de oren. Deze pulspunten versterken de geur. Dat zal ik onthouden. Moet ik de geur rechtstreeks op mijn kleding aanbrengen? Het is het beste om de geur rechtstreeks op je huid aan te brengen, omdat deze interageert met je lichaamschemie voor een unieke geur. Ik snap het. Hoeveel geur moet ik elke keer gebruiken? Met een beetje kom je al een heel eind. Begin met een kleine hoeveelheid en verhoog deze geleidelijk indien nodig. Ik zal dat in gedachten houden. Anna, bedankt voor het advies over het gebruik van geuren. Je bent van harte welkom. Geniet van de ervaring om je nieuwe geur met vertrouwen te dragen. Jouw expertise is waardevol. Bedankt dat je me hebt geholpen het gebruik van geuren te begrijpen. Les 25. Boeiende liefdesverhalen. Hallo Anna, ik heb gehoord over een mooi en romantisch liefdesverhaal. Kun je het met me delen? Hallo John, natuurlijk. Er is een verhaal dat moeilijk te geloven is. Het zit vol wendingen. Ik ben geïntrigeerd. Wat is er gebeurd in dit buitengewone liefdesverhaal? Nou, ze ontmoetten elkaar onverwachts en hun verbinding was onmiddellijk. Vanaf het begin vlogen er vonken. Dat klinkt als het lot. Hebben ze in hun relatie met uitdagingen te maken gehad? Ze kwamen inderdaad talloze obstakels tegen die hun liefde en toewijding aan elkaar op de proef stelden. Hoe hebben ze die obstakels overwonnen? Was hun liefde sterk genoeg? Ondanks de tegenstand had hun liefde de overhand. Ze steunden en moedigden elkaar tijdens dit alles aan. Dat is echt inspirerend. Ik kan niet anders dan hun liefdesverhaal steunen. Veel mensen konden het niet laten om hen te steunen. Hun verhaal veroverde harten over de hele wereld. Het moet een ongelooflijk gevoel zijn om getuige te zijn van zo'n boeiend liefdesverhaal. Absoluut. Het herinnert ons eraan dat liefde geen grenzen kent en zelfs de moeilijkste uitdagingen kan overwinnen. Bedankt dat je dit betoverende liefdesverhaal met me hebt gedeeld.